Dat je voor jouw tuin, voor jouw werk, altijd op zoek moet naar die balans tussen wat wil ik er voor tijd aan besteden en wat krijg ik ervoor terug. Voor ons één van de vier basisvoorwaarden voor tuingeluk. In de tijd voor internet was het wat lastiger om ideeën op te doen over tuinieren dan nu. Je moest bijvoorbeeld in boeken gaan bladeren, maar de allerbeste manier om een idee op te doen voor je eigen tuin was het bezoeken van andere tuinen. En de tuinen van Appeltern waren echt een ideale plek om dat te doen, want daar had je een hele verzameling aan allemaal verschillende tuintypes waarin je kon rondlopen en kon kijken van, hé, zoiets wil ik ook. Nou, vandaag de dag zou je denken van, zijn die tuinen dan overbodig? Nee, niets is minder waar. Want om echt goed een tuin te leren kennen, dan moet je hem niet alleen maar zien. Nee, je moet hem ook voelen, ruiken. Je moet hem ook beleven. En daarom gaan we vandaag met Alles wat bloeit op bezoek bij Ben van Ooyen. Hij is de oprichter van Appeltern en hij heeft een hele bijzondere, mooie visie over tuinieren. Ik wilde hier alleen maar wonen in eerste instantie. En om hier te kunnen wonen moest je een bedrijf in de agrarische sector beginnen. Maar ik was een paar jaar naar school geweest als hovenier. Ik was voor die tijd was ik discjockey, dus dat is heel iets anders. Maar weet je wat, als ik nou eens een hoveniersbedrijf begin dan, en het loopt, dan kan ik daar mijn woonhuis bij zetten. Dan zit ik op een hele mooie, unieke plek. En toen ben ik begonnen met wat voorbeeldtuintjes en daar kwamen mensen op af. En die mensen kwamen uiteindelijk niet af op mijn werk als hovenier, maar die wilden ook informatie, die wilden allerlei dingen weten, die wilden geholpen worden. Het was vooral een kwestie van hoe ziet een baksteen eruit? Hoe ziet een vijver eruit gemaakt van folie of een vijver van grond, van klei? Hoe werkt een niveauverschilletje? Zeg maar, welke hagen zijn er een beetje op die manier? Dus het was veel meer een soort van materialen setting misschien in het begin nog, als dat het concreet tuinen waren. Als je twee jaar naar school geweest bent als hovenier, dan is het niet zo dat je al verstand van tuinen hebt. Dat is niet zo. Misschien toch een beetje lef, een beetje durf en gewoon beginnen en kijken wat er van komt op die manier. En dan ben ik gaan kijken overal. Destijds had je nog Rob Herwig, je had Mien Ruijs. Daar ben ik overigens van de week nog een keer geweest. Super mooi. Aarde Hofman. En toen dacht ik, goh man, zoiets, dat moet ik eigenlijk ook wel willen. En toen ben ik ook een keer naar Engeland geweest. Dat had ik nog nooit gedaan, een tuinreis. En toen kwam ik op de Sissinghurst en zo, dat soort plekken. En toen denk ik, wauw, dus dit kan ook. Je kunt ook mensen vermaken, want dat deed ik voor die tijd met de muziek feitelijk ook. Hè. Je kunt ook mensen vermaken met tuinen. Laat ik dat dan maar eens gaan proberen. Het publiek, zeg maar, de tuinconsument, wil ook alles zien, wil een totaalbeeld hebben. Dus ik moet eigenlijk ook alle stromingen, alle nieuwe trends en niet alleen het materialengebied, ook maar qua vormgeving moet ik natuurlijk dan ook een plekje geven, vind ik zelf. En ik doe dat om ervoor te zorgen dat ze een tuinomgeving gaan creëren voor zichzelf die goed voelt, die goed past bij hun ook. Het is bijna filosofisch, maar daarmee ontstaat namelijk uiteindelijk een mooiere wereld voor ons allemaal. Want ik denk dat het toch zo is dat iemand die die tuin elke dag omarmt en dat ziet als een meerwaarde voor zijn leven, dat zijn overwegend aardige mensen. Dat zijn mensen die zijn geduldiger, die hebben meer respect voor alles wat groeit en bloeit. Die bellen de rijdende rechter niet bij conflicten. Die zijn, ja, dat zijn mensen die maken onze gezamenlijke wereld mooier. Mijn zoon, die werkt hier ook, hè. Fantastisch, knap, hoef ik eigenlijk niet te zeggen, want dat is elke zoon misschien wel. Maar die is een paar jaar geleden vertrokken naar een woonwijk hier een eindje verderop. Een supermooie woonwijk met alles op het gebied van energie en dat soort dingen prima geregeld in het huis.
Maar buiten die openslaande tuindeuren is het allemaal losgelaten. Dan moeten mensen het dan zelf maar gaan doen. En dan gaan ze het ook doen. Dan gaan ze te hoge schuttingen zetten, te veel bestrating, te veel kunstgras. En dat komt voor uit een onwetendheid. En wie daar dan verantwoordelijk voor is, voor die onwetendheid, zijn dat zijn ouders? In ons geval niet, hè, want hij heeft trouwens ook wel een goede tuin. Maar heel veel anderen misschien wel. Die zitten ook al in een soort gemakzuchtige, nou, tuin is veel werk en dat soort dingen. En waar heeft dat mee te maken? Het heeft te maken met dat je voor jouw tuin, voor jouw werk, altijd op zoek moet naar die balans tussen wat wil ik er voor tijd aan besteden en wat krijg ik ervoor terug. Voor ons één van de vier basisvoorwaarden voor tuingeluk. Als je niet dat in balans brengt, dan loop je achter de feiten aan. Dan moet je elke week gras maaien terwijl je er eigenlijk helemaal geen tijd voor hebt of geen zin in hebt. Is niet de belangrijkste. De belangrijkste is de beplantingscomponent. Hè. Een tweederde deel van de tuin moet gewoon groen zijn. Als je op je terras zit, dan moet je het groen kunnen raken. Anders zit je niet op een terras, dan zit je op een soort van parkeerterrein. En de helft van het groen moet hoger zijn dan 90 centimeter, zodat je dieptewerking krijgt en coulissewerking krijgt. Maar die energiecomponent is dan ook een belangrijk aspect. Daar moet je gewoon rekening mee houden. En als je... mensen moeten gewoon hun smaak proberen in te vullen, maar ze moeten wel erop gewezen worden dat als ze gaan kiezen voor gras, dat ze dat elke week moeten maaien. Als ze kiezen voor planten die eigenlijk niet geschikt zijn voor dit klimaat, dan moet je ze eigenlijk niet gaan zetten, want die moet je gaan gieten. En volgend jaar is kapot, moet je nieuwe gaan aanschaffen. Daar kunnen we nog heel veel aan toevoegen met elkaar. Ik zie hele trotse hoveniers en ontwerpers, zeg maar, die s'avonds op hun Facebook posten van kijk eens weer een mooie tuin aangelegd. En ik denk dan van ja, zo zou je jezelf niet moeten willen presenteren, want er zitten in zo'n tuin gigaveel denkfouten. Dat kun je hem niet kwalijk nemen. Ik heb er ook 40 jaar over gedaan, hè, om te weten wat is nou eigenlijk essentieel in een tuin. En Mien Ruijs wist het in het begin al, maar ik weet het eigenlijk nu pas. En heel veel van gasten zoals ik zijn, zoals ik begonnen ben, beginnen nu ook aan het vak. Die kopen een aanhanger, een trilplaatje, gewoon graszooi leggen en straatwerk erbij enzovoort. En die zijn niet in staat om dat product af te leveren wat het eigenlijk zou moeten zijn. En een consument die een hovenier inschakelt of een ontwerper, die weet niet wat zijn capaciteit exact is. Die vertrouwt er zelfs op van nou, hij zal wel goed zijn, hij heeft toch een bedrijfje en ik zie de busjes en het gaat goed enzovoort. En alles moet in elkaar ingrijpen, een terras mag niet te groot zijn. De privacy moet gegarandeerd zijn als je er zit. De evenwicht in wat je aan tijd wil besteden enzovoort. En het duurzaamheidsaspect. Hoe zorg ervoor dat die tuin ook brengt wat die gedacht of verondersteld was dat die gaat brengen. Dat die border ook bloeit, dat ik daar niet te veel werk mee heb. Dat de biodiversiteit op gang komt enzovoort. En daar horen dingen bij ten aanzien van de bodem. Het vooraf stukje, nou, dat wordt toch in heel veel woonwijken gewoon overgeslagen. Er wordt gewoon de grond vlak gemaakt en komt een hovenier, graaft zandbed uit, zet wat plantjes neer en hoppakee. Ik bagatelliseer weer even, hè. Want er zijn ook hele goeie. En die zijn er ook genoeg, maar die redden het niet bij die hoeveelheid die het niet goed doen. Dat is gewoon een feit. Ja, ik kan ook niet goed omschrijven waar dat vandaan komt. Maar vanmorgen heb ik hier, want die oude tuin die was dicht, hè, en die is 7 jaar lang verwaarloosd. En als je die dan na 7 jaar ziet, dan zie je geen paden meer, dan zie je niks meer, dan is alles overgroeid enzovoort. En ik vond dat zonde, dus ik denk, ik moet die weer gaan oppakken. En toen corona begon en iedereen buiten zichzelf trad, toen denk ik, nou, dat ga ik ook eens doen. Buiten mezelf treden, ik ga proberen die oude tuin terug te vinden. En daarbij, nou, dat is gelukt, zou je kunnen zeggen, maar dan moet je ook in je gedachten moet je een aantal dingen gaan aanpassen. We hadden toen net 2018 en 2019 gehad, kurkdroge jaren, daar was niet gesproeid. En toch zijn heel veel planten in leven gebleven. Dat betekent dat die planten kennelijk op de goede plek stonden, maar er was nog iets anders aan de hand. Ook die bodemstructuur en alles wat ermee te maken heeft. Die had 7 jaar lang alles op zich heen, dus die droogde niet uit, was gewoon prima voor elkaar. Dus het eerste wat ik deed is de regenleidingen wegzagen. En het tweede is dat ik
de ouderdom of de vergankelijkheid ben gaan respecteren. Het hoeft voor mij allemaal niet nieuw en anders. Het gaat veel meer om, nou, die boom heeft er 40 jaar over gedaan om te groeien. Laat ik die vooral ook koesteren en omarmen. En tijdens dat proces, zeg maar, de laatste 2-3 jaar, elke keer als ik dan even tijd had, dan ging ik die tuin in om nog wat te doen. Vanmorgen heb ik daar paardjes even geveegd. Fantastisch werk is dat. Met een bezem die goed veegt, hè, wel belangrijk. Want je moet jezelf wel weer verwennen ook. Maar dan geeft die tuin mij de rust en de ruimte om tussendoor wel aan allerlei dingen te denken. Maar je bent ook bezig met iets te verzorgen, te koesteren, wat zichzelf meteen terugbetaalt in een soort van natuurlijke schoonheid. De tuin zegt niks tegen me, hè? Doet helemaal niks. Je moet het allemaal zelf maar doen alsof of dat het geval is. Maar dat is het wel. Het is net of die tuin dan tegen zegt van, goh man, geweldig dat je er weer bent, weet je wel, zoiets. En dat leidt dan af van alle bedrijfsmatige andere soorten die je hebt, maar die je ook kunt hebben in een relatie. Het is gewoon, die tuin is bij je, altijd, continu. En als je die vertroetelt, ik heb als mensen horen zeggen, als je tegen planten praat, dan gaan ze wat terugzeggen, gaan ze wat beter doen. Misschien is dat het wel ook een beetje, maar dan in het groot, in de oppervlakte.